rondom de eerste en de tweede prik is er heel veel media-aandacht geweest. En zijn er ook heel veel, wij noemen het zelfs bijna spookverhalen verschenen. Er zouden doden zijn gevallen, er zouden mensen verlamd zijn of meisjes verlamd zijn geraakt. Waarvan wij ondertussen ook zeker weten, nadat er uitgebreid onderzoek over gedaan is, dat er geen relatie nooit is gelegd met dingen die mensen overkomen, meisjes overkomen, en de prik die gegeven is. Eigenlijk weten wij nu ook door onze eigen campagne, maar ook vanuit andere landen die al langer bezig zijn met deze vaccinaties, dat de bijwerkingen die er op zich altijd kunnen zijn bij een vaccinatie, dat die mild zijn. En mild betekent lokale prikkeling van de arm, wat roodheid, een pijnlijke arm, soms wat milde griepverschijnselen, dus wat lichte verhoging. En eigenlijk is dat het enige wat wij tot nu toe hebben geregistreerd. Het is niet gevaarlijk om het vaccin te krijgen, dus het is een veilig middel.